morgen. Over 5 minuten is middag. Dus goedemorgen. Ik hou hem wel zo, want anders ben ik bang dat hij het niet doet. Het is vandaag maandag. Wij zijn in Apeldoorn. En we zitten in de auto. Ja. Maar zo, je doet het. Ja, zo voel ik me wel een beetje. Je leidt me af. Ja. Sorry. We zitten in de auto. Dat was niet helemaal de bedoeling. Want... Dat klopt, dat was niet de bedoeling. Want... Ik was zo stom om geen beugels aan mijn zadel te hebben. Omdat die anders... Ik heb niet verteld waar we zijn. Jawel, dat hebben we gisteren toch meegemaakt. Nee, oh. Ja, maar dat is voor een andere video. Oh. Wij zijn in het Cantarel Hotel. Nee. Samen met de... Ik ga het beter uitleggen. Na alle drukte van de regio en van de Hippiade... hebben wij 4 dagjes weg in het allerprachtigste Apeldoorn. Wij zitten in Hotel de Cantarel. Dit wordt niet gesponsord, maar we zijn wel blij dat we er zijn. En gisteravond zei Tessa tegen mij... Ik ben mijn beugels vergeten. En toen zei ik, foei, maar dan iets anders. Ze keek me echt soort aan van... Jij bent niet goed bij je hoofd. Dat zei ze ook. Nou, het was meer dat ik dacht... Hier word ik niet zo blij van. Nee, eigenlijk wat ze zei... Je bent stom. Ik vind je echt heel dom bezig. Oh. Ik zei het wel aardig hoor. Min of meer. Wij zijn nu onderweg naar een ruitersportzaak in de buurt. En gaan we daar... Ik kon vanmorgen dus niet op mijn paard. Maar moest hem in de wei zetten. Overigens is Verona met een stijf been. Omdat ze gisteren heeft aangetikt met haar andere achterbeen. Of weet ik veel hoe ze dat heeft gedaan in de trainer. Dus heeft ze een dik been. Nee, ze heeft geen dikke been. Maar ze heeft wel een wondje. En ze kwam vanmorgen nogal stijfjes Apeldoorn af. Nee, niet deze. Afrit 25. Ze kwam vanmorgen stijfjes haar box uit, maar na een paar stappen liep ze wel normaal. Toch gaan we zo meteen even kijken of ze niet kreupel is in draf. Verwacht het niet, maar you never know. En anders wordt het, als ze in stap goed lopen, stapritjes van niet zo heel erg lang. Wat ontzettend jammer zou zijn. Maar het paardenwelzijn gaat altijd voor. Verona is een beetje stijf. Daardoor is het misschien ook wel handig dat ik er mijn beugels maar vergeet dat we niet vanmorgen zijn gegaan. Dat ze even lekker op de wei hadden kunnen staan. Nou ja, ze staan nu ook nog steeds op de wei. Wij moeten nog 7 minuten en 7 kilometer en dan zijn we er. Het is inmiddels 10 minuten later en ik heb beugels en beugelriemen. En dan ging ze ook nog zeuren over de kleur. Ja, dat klopt. Ik wil graag bruin en toen hadden we eerst mooie bruine gevonden. En die waren toen te klein, dus ik hoop dat deze de goede maat zijn. En anders heb je te korte pootjes. Wij gaan nu naar stal toe en rijden, denk ik. Eerst Vroontje even laten draven. Ja. We zijn onderweg naar de paardjes toe. Met... Nee, we zijn terug. Oh. We zijn terug van de ruitenwinkel. Oh, wat is dit? Wat? Dit. Oh ja. Oh cool. Oh sorry, ik raakte even afgeleid. Maar wij zijn onderweg naar de paardjes. Die staan nog steeds op de wei. We gaan eerst even wat spulletjes in de kast leggen, want we hebben nieuwe beugels gekocht, zoals we net al zeiden. Wij gaan de paarden van de wei even halen. We hebben echt mega grote kasten. Tada! Welkom in kast à la Tessa. Maar eens kijken hoe Verona loopt. Hi! We gaan niet, ze gaat naar binnen doen. Pas precies. Kom dan! Het is inmiddels een tijdje later. Verona loopt echt niet goed. Haar been, ja, het is gewoon vreselijk. Ik ga nu alleen samen met Blondie op uitrit. Ik vind het best wel spannend, maar het is ook zo... Ja, ik vind het heel naar om mama achter te laten. Ik mag het niet meer van haar zeggen, maar ik voel me dan toch een soort rot. Maar ja. Verona moet helaas op stal blijven daar. Dag schat. Ja, die is er niet eens. En Blondie die gaat even lekker op buitenrit met Tess.
Het is even slikken, maar het is even niet anders. Paard gaat voor. Veel plezier! Doeg! Ik moet hiervan genieten, want Prona is loes. Oh, ik vind het... Ja, de schreeuw lelijk. Kijk, alle andere paardjes. Moet je eigenlijk trouwens naar rechts of naar links? Volgens mij naar rechts. Ja, ik moet naar rechts. Ik hoop dat ik de goede kant op ga. Oké, we gaan de kaart pakken. Hop de kaart, hop de kaart, hop de kaart. Ja, ik moet op de kaart kijken. Hop de kaart. Wat zegt de kaart? Ja, ik vind dat we gewoon naar... Oh. Oké, we moeten gewoon naar rechts en dan zie ik het wel, ja? Oké, we zien het wel. Weet het? Het is een gaar of alleen zijn. Dat doen we nooit. Wat denk je aan het praten? Doe rustig. Oh, Erik, doe rustig. Oké, ik weet dat we alleen zijn en dat het echt heel raar is. Maar we moeten het ermee doen. We doen het voor Corona. Ja, want ik weet niet hoe het is gebeurd, maar Corona die is raar. En mama, ik heb tegen haar gezegd, ik doe het niet. Ik ga niet op buiten zitten, want dan ben ik zielig voor jou. Maar hoe heet dat? We moeten wel, want we hebben hier veel geld voor betaald. En dan zijn we hier helemaal voor niks heen gekomen. Waar moet ik heen? Honden knetters. Ik vind dat je hier naar links moet. Ik ben nu al de weg kwijt, Blondie. Blondie! Hoppadee. Ja, ik vind dat dit de goede kant is. You don't know what it's like. I mean, you don't know what it's like. Oké, we zijn nu al bij 199 geweest. Oh nee, 99 moet er nog komen. Dus we moeten nu naar 97 doen. Blondie, waarom heb je blaadjes in je mond? Sukkel. Oh, moet zo open. Oké. Toet. Waha. Voordat hij tegen je kont aan komt. Oh, we kunnen hier galopperen. Oh, oh. Oh. Sorry, Blondie. Oké, we moeten naar het oude bordje kijken. En we moeten nu naar 99. Nee, 97 of 99. Dit is... Oh, ik moet daarheen. Oh, maar ik vind dat pad veel leuker. Nou, oké dan. Hoe lang is dat? Kom, we gaan even een stukje draven. Zomer is echt een vaar. Oh. Kijk nou wat leuk. Ik hoop dat we hier niet de splitsing hoeven te doen. Oh, ken het hier wel. Ik heb zoveel lol. Ik wil echt heel hard. Ik ga zwemmen. Maar dat is ook wel een beetje raar. Ik ga zwemmen. Maar waar moet ik nu eigenlijk heen? Ik weet het niet. Ik denk hier naar rechts. Oh. 56. Dit is die nieuwe. Hoe kut. Zat hier alleen maar een nieuwe? Dat is 60. Ah joh, boeien, we zien het wel. Het is zo hard gegaan in mijn leven. Dat is super mooi hier. Oh my god.
Oh, er galopperen daar nog meer paarden. Meid, dat goed. Ah, oké, ik ga weer verder genieten. Is uitgevallen. Die heb ik hier aan mijn pols, want op mijn hoofd werd het een beetje zwaar en ik heb rugpijn. Maar ik ben samen met Bombi aan het stappen. Ik heb net even mijn mama, papa, Rick gebeld. Mama, papa, Rick gebeld. Eerst Rick. Eén keertje. Dat was aan het begin van de rit. Een half uurtje of zo om te praten over Vrona, want dat is natuurlijk echt heel naar. Daarna mijn papa gebeld. Een uurtje verder gereden, op de heide geweest, dat soort dingetjes. Volgens mij heb ik de heide ook nog op film. Daarna weer met Rick gebeld om te kijken hoe ver ik was. Nou, ik was niet heel veel verder gekomen. Daarna heb ik mijn papa gebeld. Even dat. En daarna heb ik mijn mama gebeld hoe het met Vrona is. Vrona heeft geen koorts volgens mij. En doet hartstikke goed. Die is op dit moment op stal aan het rondhobbelen omdat ze verblonding mist. Voor de rest. Ja, dat was het wel. Ik ben nu lekker naar huis aan het stappen op mijn gemakkie. En dan, het is inmiddels 4 uur en ik ben 2 uur lang onderweg. Kijk. Nou, dat zie je niet goed zo. 2 uur lang. Dus ja. Ik ga nu lekker verder stappen met de GoPro en met mijn telefoon is best zwaar. Dus ik ga nu even lekker verder stappen en dan zien jullie zo bij het hotel. Het is inmiddels een tijdje later en ik ben weer op de hotelkamer. Zo, mama heeft met gepraat met allemaal mensen. En die waren het er allemaal niet mee eens dat ik alleen op buitenrit was. Dus dat was wel grappig. Van, hoe oud is ze? 13. Toen kwam ik erbij zitten en toen van, ben jij helemaal alleen op buitenrit gegaan? Ja. En toen keek ik me echt zo aan van, dit hoort niet. En het is inmiddels 5 uur. Om 5:30 gaan we eten. Ik ben wel kapot. Want ik was de weg kwijt. Ik was alles kwijt. Ik heb ook nog stiekem met mijn telefoon gefilmd volgens mij. GoPro was halverwege uitgevallen. Volgens mij wel nog de heide net op beeld. Zo fijn. We gaan zo eten. En dan zie ik jullie morgen weer. Vrona, die zijn we uiteindelijk toch nog een beetje goed vanaf gekomen, omdat ze de vorige keer natuurlijk... Ze weet helemaal nog niet wat er gebeurd is, schat. Nou, ze wist het ook. Ja, dat wel, maar ze weet helemaal niet dat ze uit de wijk kwam. Vrona, die was natuurlijk gevallen of iets in de trailer, we weten niet wat er is gebeurd, maar het zag er niet heel goed uit. Op de wei, ze dacht mama dat ze best goed liep, toen liep ik voorbij en dacht ik van, Maar mama zei, nee, ze loopt goed, dus gewoon houden zo. Nou, toen hebben we op 2 gehouden. En toen zijn we gaan eten. Toen zijn we weer teruggekomen en hebben we Blondie en Vrona van de wijf gehaald. Nou, Vrona wou niet meer bewegen. Toen heb ik Blondie op stal gezet, heb het eten gegeven, ben ik gaan koelen. Mama was al aan het koelen. Dierenarts gebeld, dierenarts is gekomen. Die heeft even nagekeken en we zijn er uiteindelijk op tijd bij geweest. Het is nu niet door heel het lichaam gegaan waardoor ze koorts heeft en dat soort dingen. Nee, je moet wel even zeggen infectie naar binnen geslagen. Oh ja, het is waarschijnlijk weer een infectie die naar binnen geslagen is, net zoals ze de vorige keer had. We zijn nu met een paar antibiotica spuiten en... Pijnstilling. Het is hetzelfde als medicam, maar heet anders. Dan kijken we hoe ze er dan aan toe is. En als het slecht is gegaan, dan bellen we dierenarts. Als ze beter gaat, dan hopen we dat ze het ermee heeft.